Ik ben zo blij. Oh, er waren zulke leuke, lieve mensen allemaal. Ja, heerlijk. Heel onder publiek. Ja, ik was blij. Ik heb een poot aan mijn lijf gelopen, maar ik vind het super leuk. Ik was echt overal weer heen en weer aan het sprinten. Ook weet je, opeens waren we stellen kwijt, opeens waren we drinks ook kwijt. Ik heb die genees gezien. Ja, ik heb alleen het optreden van Gert en Jesse gezien, omdat ik bij de manager vond. Natuurlijk. Maar voor de rest heb ik niks gezien, maar ik vond het fantastisch. Het was echt één ding. Je mag hier zo trots op zijn dat je dit naar Ryan hebt gegooid. Maar één ding, vergeet heel goed wie er wel gewerkt heeft en wie er niet gewerkt heeft. Ik onthoud. Ja. Niet, het is wel binnen, hè? Die schoenen zijn echt vet. Wacht, geluid. Denk het niet helemaal, hè? Ja, dat weet Jessie wel. Kom nou, even regelen, Jess. Ik ga het proberen. Het is binnen. Dus wat dat betreft kan ik het proberen. Please. Ik verwacht totdat ze weg zijn. Mag ik even knuffel geven? Oh. Lieverd, bedankt dat je ons hebt uitgenodigd. Wat een feest. Ik ben zo blij dat jullie ook waren. Echt gezellig. Je hebt het goed gedaan en je gaat zo lekker slapen. Ja, ik ga zo kapot. Heerlijk slapen. Ja. Oh. Echt kapot, hè? Hey, kan ik nog een pony met je maken? Tuurlijk. Laura? Waar is Laura? Ja, die komt eraan. Oh, wacht heel even op Laura. Wacht, dan pak ik even mijn tas en dan doen we het even. Ja, oké. Oh, dat is een geweldig feest. Hey, die tricks. Trinix. Ja. Geweldig. Ik sta dus op een Instagram, hè? Van Trinix. Ze zeiden van, er is dus een hele artwork gemaakt van mij met Love is Love, allemaal dat soort dingen. En hij zei van, die hebben we gewoon op Insta gepost. Ik zeg, sorry. Nee, gewoon als echte post. Die gaan we ook niet eraf halen ook, zei ze. Ik zeg, nee, meen je dit? Ik zeg, als je slim bent, tag je me ook nog even. Ah, geweldig. Heb je een leuke avond gehad? De eerste twee uur waren nogal hectisch. Maar ik heb uiteindelijk zeer zeker een leuke avond gehad. Schat, zou ik je wat vertellen? Ja. Heb je een leuke dag gehad? Ik heb echt volgens mijn derde tank. Ik ook. Eerlijk, hè? Deze qua aankleding is deze zo gelikt. Ja, tuurlijk. Deze is zo gelikt. Niemand kan hier aan toppen qua aankleding met een regenboog, met een roze bank, met een roze kerk, een podia, weet je. En iedereen zei van, het is gewoon lekker knus ook. En geen klachten over, het is hier te klein. Nee, het was echt heel erg leuk, Jordi. En het ziet er gewoon fucking tof uit. Je hebt die kerk, dat... Die zijn dan best wel gewoon asociaal. En dan staat op een gegeven moment de hele silo vol met bezoekers. Oh, ja, echt? Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Maar ik heb met de poten, ik heb alle kanten over de hele terrein heen gelopen. Jessie zei tegen me van, zou ik ze maar eruit sturen, aangezien jij een lief jongen bent. Ik zeg, ik heb ook mensen uit sanitair gestuurd, want die zaten met de wasmachine te kloten. Nee, jongen, maar weet je wat het was? Ik ging naar de wc en op een gegeven moment, dat was echt heel erg. Ik stond Jessie had het al de optreden gehad. En dat duurde echt nog een half uur voordat ze terug bij die munt waren. Ik moest plassen, jongen. Evelien kwam al heel lief met een wijntje naar me toe gelopen. Ah, zijn kindje. Ja, maar dat was heel lief. Die kwam met een wijntje. En die mensen staan daar gewoon allemaal in het sanitair gebouw te plassen. En ik stond, hallo, ik moet plassen. Ja, en ze lieten me gewoon niet voor, hè? Ja. Ja, ik wil er ook nog heen. Nee, ik ga even terug opruimen. Hebben we nog hier echt zo bezig? Nou, ik neem wel een rozeetje. Hey, wat een leuke meiden, man. Die Lotte en die Laura. Ja. Lief, hè? Ja. Laat maar. Ik dacht dat het de blouse was. Echt. Maar weet je, alles was leuk. Mensen zeiden ook dat de sfeer leuk was. Ja. Maar aankleden. Ondanks dat het niet helemaal 100% liep, was het een hartstikke leuk festival. Vooral dat de bezoekers binnenkwamen, stonden de lolly dames. En dat was fantastisch. En met Frenny erbij in de pantenpakje. Dat was dus fantastisch. Heerlijk. Hoe heb ik nu nou niet meer weg zien gaan? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Ja. Echt waar, Merel. Ik weet niet hoeveel mensen ik heb gehoord van over mijn zoon. Ja, ik zelfs ik, hè? Ja, ik ook. Oh, Merel, wat vind je van lekker wijntje, Lexi. Neem een lekker wijntje. Hij is zo knap. Hey. Ja, vertel mij niet dat Lexi zo knap is. Ja, weet je, de camera's zijn lekker op mijn poren, maar ik heb gezegd dat ik niet zou drinken in de maand. Maar ik heb er 3 dagen verkocht. Oh, jongens, we hebben nog zwarma. Dat sorry, is nou echt lekker. Het is echt fit life, ik weet het, maar... Cheers. Cheers. Merel, proost even mee. Proost. Ja hoor, ik proost wel mee. We moeten eigenlijk even Polly met z'n drieën maken. Merel, ik heb nog steeds geen Polly met jou. Oh ja. Nou, ik ga even een broodje zwarma lekker maken. Nou, morgen.
zelf Laura en Charlotte zeiden van, mogen we alsjeblieft draammoeder zijn van jouw kind? Echt, ik zweer het. Lachen toch? Oh, ik heb honger, jong. Ik heb net al 3 breukse plankwoorden weggaan. Die 2 homo's waren ook, ja sorry. Nee, die heb ik ook, die heb ik ook. Hij was knap! Hij was geboren en ging met hem. Ik ben ook op de poly met u geweest. Kijk eens, schat, deze man. Hij met een groene jasje aan. Deze was ook leuk, met die gasten. Oh, die was zo leuk. Ik heb 2 polies, eentje met hun en eentje met dingen. Mm-hmm. Zo, ik heb echt geen voeten meer over. Welke heb jij dan? Nee, die hebben wij, die heb jij ook. Welke dan? Welke polies heb jij dan? Mee? Welke met hun? Ja, die is wel leuk. Een beetje keek, man. Kijk dan, Jesse. Kijk, die kwamen naar buiten, Jesse. Die waren getrouwd in de kerk. Kijk hoe knap hij is. Kijk. Deze was zo knap. Die 2 waren getrouwd in de kerk en die kwamen helemaal aanrennen. Met hun ringen en met die trouwakte naar mij. Toen, we zijn getrouwd, Je hebt wel gezien, hè, jij. Maar? Snoepert. Komt Jos nou nog om 12 uur? Ja, ik heb dus Jos tussendoor gezien dat hij de roze kerk in zat. Zie ik denk Jos lopen. Dit is Jos. Was je er ook in, Jos? Ja. Ik zei, hé, Jos, kom je toch lekker feest bij? Nee, ik ben mijn nest uitgebeld, zei hij. Oh. Ja, die kerk stort in. Ja, gaan hier in de kerk. Dus terug moet ik bij de geluid. Nou, al die mensen kwamen naar buiten. Krijg ik een bekertje van de cupcake? Ja, hier. Komt het bij ons zitten? Ging niet goed? Nee, ik moet zo even... Nee joh, die tent hier was ingestort. Hé, Karma was helemaal verliefd op jou. Ja, joh. Die zegt, ja, mijn man is niet bij me. Ik neem nog een zoete witte wijn. Nog een zoete wijn. Ik ging wel lachen, joh. Zij is echt een grote fan van jou, Gary. Ja. Wie is er een grote fan? Ja. Ja, Carmen is leuk hoor. Ja. Wat vind Amy ook wel leuk? Wie? Hè? Amy. Wie is Amy nou weer? Amy niet. Amy nou weer? Nou, die kennen we hier wel hoor. Die Lijfrink? Was je die had ik gemerkt. Ja. Die kwam helemaal naar de patroonbeluska voor de uitnodigingen. No. Kijk, ja, Merel was zo gek op jou omhoog op de politie. Jezus, wat een... Jeetje. 100. Dit. Mm-hmm. Dan doe ik dat terug in de merch. Mm. Yes, en bij mij is er 80 en 60, 80 en 40 euro gepint, hè? Wat? Wat er contant is opgenomen? In het begin, ja. 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 Lastig. Ja, ik heb ook weer dingen gehoord, jongen. Oh, dan lig ik er helemaal door. Ja, ik ook. Ja, met Charlotte en Laura hebben we een half uur in de boot gezeten. Oh, leuk. Milijne, ik waarschuw je. Want het was toen dat de ene keer met het sanitair gebouw gebeuren met de München, weet je wel. Dat we daar een hele discussie over hadden. Er zijn nog zo een aantal Jordi-niveaus. Ja, en nou ja, Daphne en Dagmar ken ik al 5 jaar. Nou, die kennen mij door en door en door. Die hebben natuurlijk al die levels meegemaakt, niet tegen hun, maar met terwijl zij erbij waren. Ja, dat. Dus die weten wel hoe ik in elkaar steek. En hier ben ik echt heel mild. Als mensen vinden hier, weet je, dat ik echt een grote bek heb en dat ik best wel pittig ben. Maar dat zeiden ze ook. Ja, maar, ze zeiden ook dat het best wel meeviel. Dat ja, ze zeiden van, hè, is dit Jordi? Maar je moet me eens buiten echt zien, weet je wel. Buiten... Echt
alsof jullie al helemaal op elkaar ingespeeld waren. Je moet me eens buiten echt. Ik vind het wel geinig dat je dan hier in gaan. Maar ik denk eerlijk gezegd, kijk, het is een plek inderdaad waar ik los op kan gaan. Maar misschien ben ik onbewust gewoon heel erg bezig met ook een beetje van, ik weet dat de camera's op me staan. En ook eigenlijk wel wat het feit is dat ik hier buiten niet word geaccepteerd en hier binnen wel. Mm-hmm. En dat is hem volgens mij. Want omdat ik niet word geaccepteerd, krijg ik frustraties, weet je. En omdat ik hier wel word geaccepteerd, heb ik daar geen frustraties. Ik heb geen frustraties over dat ik niet mezelf kan zijn. Ja. En dat je is kan inderdaad eigenlijk gewoon jezelf zijn. En als mensen bewezen met dit feest ook. Ja, weet je, iedereen staat uiteindelijk volledig achter de bewegingen van mij. Maar kijk ook hoe leuk de inwoners, maar ook de bezoekers dit. Ja. Dat is me toch... Geweldig, ja, hè? Ja. Ja, ik vind het echt vet. Ik vind het echt heel vet. Ja, ik ben ook echt blij dat de bezoekers het echt naar hun zin hebben gehad. Ja, weet ik je, ook. Er is ook een reden waarom ik dit ook gewoon heavily aan het promoten was. 1, natuurlijk voor een boodschap. En 2, het is uiteindelijk nog best wel een dik feest wat je niet wilt missen. Nee. Er zitten 2 plakbanden aan. Kijk even of je de beide plakbandranden eraf helpt. Maar als je de kring eraf haalt, eruit haalt, dan is het al goed hoor. Ga lekker naar beneden zo. Ik ben helemaal gesneden. Mag de rest wel een keer wat doen? Ik zit in vreten, jongen. Ik heb honger. Ik zit chips en M&M's, wijn, alles zit door elkaar doen. Fran, doe even 1 wijntje mee. Nee. Wat dank je. Oh. Oké. Ik ga gewoon mijn oren doen. Als je gewoon op die zij ligt, dan doe je. Ja, dat is wat ik doe. Ik heb een maand behaald, dus ik mag weer aan wij. Kom eens. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Schat, ik ben 3 dagen ben ik eerder gaan drinken. Maar ik heb zoiets, dat zei ik ook tegen Merel. Dit is het laatste event met ons allemaal. Jouw leven. Het laatste. Maar het is niet dat je een hele maand hebt bereikt. Ik heb een hele maand bereikt. Tot en met 3 dagen. En ik moest de 21 weer meer. Oké, dus niet helemaal. Nee, 3 dagen. Oei, nu ga je naar de hel. Ja, mij maakt het geen reet uit. Hé, ik anker. Ja. Merel, als je iets lekkers wil eten. Broodje kruidenkaas met... Proost, vriendin. Geniet ervan. Ja. Met chips. Oh, deze. Meen je niet? Oh. Wit proeven zo? Ik weet dat je wil. Ja, namelijk die garet wil ik het wel. Wat ga je doen dan? Maar wacht, kijk, er nog krakeling. Pauw, wacht even. Deze gaat voor. Ben ik klaar voor? Ben je klaar voor een stukje broodje met chips op jouw tong pist? Ja, graag zelfs. Dit is gewoon lekker. Broodje. Kruidenkaas. Foute chips met kruidenkaas. Ja. Heerlijk. Ja, echt lekker. Ja. Ja. Yummy, yum. Nou. Meer. Komt er binnen. Nee. Ah, het is lekker. Leuk gehad? Ja, is heel leuk. Ja? Mooi. Wat dan? Hele morgen en een fucking zou doen. Dan zie ik jou met die kledingrekken zitten. En dan denk ik, oh, eindelijk zit ik even 5 minuten, weet je. Vanaf 6:15 vanmorgen. Ja. Weet je, dan voel ik me bezwaard dat jij die kledingrek aan binnen aan het tellen bent. Ja, ik kan er gewoon niet bij. Dan gaan mensen tegen mij zeggen, ja, om 9:30 stonden er nog geen cupcakes in die kerk. En Hiske was helemaal over de zijk heen. Echt, Hiske was boos, jongen. Verrassend. Zo'n laagje munten kwamen ze brengen bij me, dat de kerk dichtging. Van de cupcakes. Ja,
chili is gewoon echt een prutje. Echt, jongen. Ik ben maar echt over mijn zijk heen. Hé, maar Maris, weet je hoeveel mensen ik over onze Hollandse avond heb? Ja, alleen maar. Ja, ik ook. Alleen maar. Wanneer is het? Wanneer is het? Ja. Zeg, ja, we hebben vergunning aangevraagd voor 23e. Ja. Echt, oh, baba. Nee, de 24e wil een markt doen. Oh, ja. Alleen maar. Ik heb echt heel veel mensen. Voor een tent gaan was zeker 500 mensen in. Ja? Alleen maar mensen heb ik gehoord. De laatste muziek evenement. En de laatste markt. Ja, alleen maar dan. Ik ga niet akkoord met die 17e. Nee. Nee, ik ook niet. Als je dat niet met ons wil doen, dat is goed, maar dan gaan we helemaal niks in. Nee. Gewoon de dag voor de markt. Ah, jong, ik ben echt over mijn zijken. Ik ben zo boos geweest vanavond, dat wil je niet weten. Echt. Het is dat Jess op een gegeven moment moest optreden. Ik was blij dat ik bij die mensen stond. Ik was aan het koken. Mereld. Ja, maar dat soort dingen doen mij gewoon goed. Als mensen zeggen, oh ja, ik heb jou Maris over een Hollandse avond gehoord. En heel veel mensen zeiden ook van, doe het alsjeblieft inderdaad in de 20e, want dan kan ik. En ja, heb ik ook een hele groep. En weet je wat ik heel veel gehoord heb? Is dat mensen zeiden, nou, dat jij binnenkwam, had ik nooit gedacht. Dat jij met Merel een Hollandse avond kan worden. Ja, echt? Ik vind het zo leuk dat jullie samen wijntjes drinken. En ja, maar dat vind ik echt tof om te horen. Leuk, weet je, daar doe ik het gewoon echt voor. Echt leuk publiek ook vandaag. Ja, maar daar doe ik het gewoon voor, weet je. En als ik dan hoor dat mensen blij zijn dat ik met Jesse dat vriend mee aan het bouwen is. En dan denk ik, hè? En allemaal zeggen ze tegen mij, weet je Maris, jij moet niet zo hard werken. Want jij werkt het allerhardst van iedereen hier binnen heel Ethiopië. En dan zeg ik, ja, maar zo heb ik gewoon opgevoed. Klaar, weet je. Ja. Ja, en die hartstichting, bam, dat heeft mij echt geraakt vanavond. Ja. Maar dat heeft mij echt geraakt. Ik vind het wel jammer dat ik vandaag niks heb kunnen doen. Nee. Ja. Maar weet je, dan denk ik, mensen zien het wel. Maar ik begrijp dat niet, dat zou ik van jou zoeken. Maar ik begrijp ook echt geen reet van. Echt geen reet. Ja. Die had mij nog geen... Wil je de helft meer? Ja. Wil je de helft? Ja hoor. Hier. Dat kan ik wel niet te verkopen. Die had mij nog geen... Nou, dat wordt niet goed. Hoe vond je ons optreden? Dank je. Wat? Hoe vond je het optreden? Ja, heel leuk. Ja? Krijg jij ons optreden een beetje mee? Ja, weet je wat ik echt super leuk vond? Er stonden allemaal mensen op het moment dat jullie gingen optreden bij mij bij de munten. En toen zei ik, ja sorry jongens, maar ik ben de manager binnen Utopia van Tony en Mitch Richmond. Dus ik moet even kijken nu, weet je. En toen stond ik bij de munten en toen dacht ik, ja, dat is wel, ja, ik, dat zei ik toch tegen je, dat je aan kan lopen. Ik ben echt trots. Ja, was leuk hè? Ja, maar dat vind ik echt tof. Ja. Ja. Ja, ik vond het ook echt leuk. Ja, maar allemaal mensen kwamen uit de tent vandaan lopen, bij de bar vandaan, allemaal naar voren. Ik stond bij het podium, hè? Ja, maar dat was echt tof. En weet je, en toen dacht ik, ja, nu ben ik wel trots. Alleen, jammer dat het niet het podium is wat ik zelf had neergezet, maar... Dat is veel beter geweest. Maar hier gaan we, nee, uiteindelijk ook niet. Maar we gaan het niet meer gebruiken. Misschien nog voor de eerstvolgende markt. Ja, en eigenlijk, ja, toch wil ik iets proberen te maken, creëren met Hollandse avond, dat we dat ding eroverheen kunnen zetten. Nou, of wat we misschien zoiets, kunnen gaan weet doen, je? Is dat we zorgen dat we die neerzetten, iets inkorten. Als hij iets lager wordt, dan kan hij denk ik in een tent. Ja, dan gaan we op de Hollandse avond, gaan we die tent gaan we gewoon om de ding heen bouwen. Maar de Hollandse avond kan je gewoon hier houden. Ja, maar dan moeten we een tent hier aanbouwen. Ik wil zo een tent neerzetten. Ja, maar, nee, maar ik wil mijn podium erop hebben. Ik heb al een mailtje terug van Bob. Ik weet nog niet wat erin staat. Ja, maar ik wil ons podium erop hebben. Ja, maar dat kan toch? Die tent is fucking hoog. Maar weet je wat we ook zouden kunnen doen? We zouden ook gewoon wel helemaal vanaf hier, vanaf het steen, tot en met achter bij de huisjes, gewoon een tent neer kunnen zetten waar je 500-600 mensen in kwijt kan. Maar dat gaat lukken. En dan... Doen we gewoon het podium delen erin. Het dak niet, maar het podium delen. Ja, maar dat moet kunnen. Weet je, en dat is gewoon tof, weet je? Absoluut. Weet je wat ik zet eerst die palen omhoog en daarna pas trekken ze de doeken eroverheen. Ja, maar ons podium moet er gewoon komen te staan, weet je? We moeten wel van tevoren weten hoe hoog de tent is. Ik zie jullie vanavond staan, dan denk ik, ja, dat is niet zoals ik een paar weken geleden heb zien staan. Maar eerlijk gezegd, in het begin dacht ik heel even van, oeh, dat podium, maar... Het zag echt fucking goed. Ja, het was echt wel mooi. Maar de rest was helemaal ruk eromheen. Zeg ik heel eerlijk. Ja, er zijn wel dingetjes misgegaan. Maar volgens mij heeft het publiek weinig daarvan meegekregen. Het lastige is gewoon een beetje, we hebben heel erg zitten knoeien met werk. Ja, dat was echt mensen hebben geknoeid met werk, absoluut. Maar dat komt omdat we vanmorgen tot en met een uur of drie volgens mij met 5 mensen hier de hele boel op staan bouwen. En om 5 uur dachten in één keer mensen, oh ja, moeten dit nog doen, moeten dat nog doen. Ja, maar het is niet normaal. Als ik om 7:45 die bar wil openen, die kleine bar, ik roep Lex. Hey Lex, kom, we moeten die bar openen. En in één keer komen in die kerk, die andere tafel
van die munten stond er niet. Jij was helemaal over je zeiken. Je staat bij die munten. Oké, we gooien hem voor de kerk. Ja. Jij staat achter elkaar. Polly, die moet weg, die moet weg, die moet weg. Die is andere shit aan het regelen. Ik word bij die muntkraam weggegooid. We zijn blij dat er een andere vrijwilliger is hier aan het feesten, ja, die achter de bar gaat staan. Dat is gewoon niet normaal. Nee. Want je loopt achter elkaar en dan zeggen mensen, ja, ik wil check, ik wil check. Is daar geen check? Loop ik weer daarheen, loop ik weer daarheen. Denk, ja. Weet je, dat vind ik ook super kut met dit soort evenementen, is die pollies. Want ik moet tegen heel veel mensen nee zeggen. Ik heb er gewoon echt geen tijd voor. Nee. Nou, weet je wat het een beetje is? We hadden natuurlijk, we zijn met 14 mensen en je hebt er gewoon 15 nodig. Aan Merel en Jordi hadden we niks. Aan Hiska hadden we eigenlijk niks. Nee. Want Hiska normaal als runner was? Nee. Shelly heeft helemaal niks gedaan. Andrea heeft helemaal niks gedaan. Sorry, het spijt me zeer. Frenny die heeft heel leuk bij het begin gestaan. Maar die heeft eigenlijk pas achter de bar naar haar dans gestaan. Nou, jullie ontvangen artiesten. En je doet het presenteren. Maar qua werk verrichten. Munten verkopen, merchandise verkopen, bar, drinken verkopen. Nou, ik wil niet lullig doen, maar ik heb de benen aan mijn lijf gelopen. Want ik heb eerst bij de munten gestaan, ik heb bij de merchandise gestaan. Daarna heb ik weer bij de merchandise gestaan, maar ook gepresenteerd. Jorp had nog een tijdje bij de merchandise gestaan. Alleen dat is allemaal omdat we die problemen hebben. Ja. Snap je, we hebben 14 inwoners. Ja, maar ook ingepokkeerd. Ja. Nee. Ja, maar ik heb hem normaal wel als runner ook meer. Ik heb het weer fout gedaan. Nee, dat zeg ik niet. Oké, maar aan mij heb je niks op evenement. Hoi, hoi. Nee, maar ik begrijp je wat ik bedoel. Effectief, constant ergens heb je er niks aan. Nee. Ze moeten nu van noodoplossing naar noodoplossing lopen, omdat we mensen tekort komen. Ja. Want je hebt iemand die trouwt, je hebt twee mensen die artiesten ontvangen. Ja, en je hebt iemand die... De cupcakes. Ja. Ja, dan heb je nog maar 10 mensen over. En dan heb je een paar van ons die om de beurt het podium op moeten. Wij moeten met z'n tweeën... Ik vind ze niet lekker. Ik heb net eentje gekocht, Jordi. Ja, we hebben ze uitgevoerd. Ik heb het zo koud. Ik ben gewoon Rico. Ik eet alles. Ja. Maar Stella is echt fucking leuk. Nou, Stella is... Zij is leuk. Ik heb me doodgelachen. Voor sowieso de mensen die kwamen heen. Maar ze zat ook hier binnen en... Ja. Nou, ik zat hier op een gegeven moment met... Kas heet hij volgens mij. Ja. Nou, ik heb me kapot gelachen. Jordi zocht een Polly-dame. Wij gingen samen zoeken. En ik zei op een gegeven moment, joh, ik pak wel die camera van boven. Ik stopte mijn batterij in. En hij stond hier met Sas volgens mij. En dan ging hij Polly's maken met Trinix. En ik zat hier met Stella en met Kas. Nou, ik heb me kapot gelachen. Wat een leuke mensen zijn dat. Ja, dat was echt leuk. Oh, ze zijn echt leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. Ik heb het wel laten weten. Stella Sander is die vrouw hier DJ. Stella was die drag queen. En die drag queen. Ik heb hem niet gezien. En toen was dat rookgedeelte daar niet afgesloten. Ja, nou jongen, ik was een gek naar boven over die trap heen. Heb ik nog afzetlint gezocht. Heb ik daar dat hele stuk heb ik afgezet naar de bar toe. Nou jongen, die gasten lachen. Wat kom jij doen? Wat kom jij doen? We zitten hier in ons privé momentje. Ik zeg, kom afzetwind halen. Ja, de bar moet afgezet worden. Hoe weet ik hier hoe laat het is? Ik zei, nou, ik heb een horloge om. Ik zeg, en hier hangen geen klokken. Dus wil je echt weten hoe laat het is, moet je naar boven naar de computer zijn. Heeft ze twee keer gedaan, zei ze. Met die hakken, hè? Die vrouw had zulke hakken aan. Ja. Nou, ja, maar ik ging naar haar en ik had het tegen haar. Heb ik niet gezien. Ik heb een heel klein stukje gezien, nee, maar ik dacht echt van... Nee, ik heb niks gezien. Ik heb ze geen eens binnen zien komen. Helemaal niet. Wauw. Op een gegeven moment gingen die ledlampen aan. Nee, ik heb niks gezien. Niet wat die op hun body. Ik heb niks gezien. Ik wist zagen er heel tof uit. De snacks waren net helemaal uitgezet omdat de aggregaten niet meer trok. We hebben alles eruit. Ja, want het ging uit. Ja. En toen had ik zoiets, oké, weet je, ja. Zij gaat er nu optreden. Ik ga kijken. Zoek hem uit. Ik ga gewoon even kijken. Nou, wat vet. Nee, ik heb niks. Het ging Ik heb alleen maar die jongens... Maar het is een paar keer uitgegaan. Ja, de tent zakt ook in. Hé, Jordi heeft een jas helemaal aan. Kut. En meneer? Ja, ik heb het weer warm. Oh, heerlijk. Het is een paar keer uitgegaan dat ik dacht van... Ja. Ja, en hoe dat kan? Ik weet het echt niet. Nee, Jos kwam hier nog naartoe. Ik heb Jos nog zien rennen. Maar Jos zei tegen mij, hij zag altijd meer... Het aggregaat gaat nooit uit en is er wat mis, dan krijgt hij een of andere alarm op zijn telefoon. Ja, is een misje op zijn telefoon, zei hij. Ja, maar ook een of andere alarm wat niet meer uitgaat totdat hij onderweg is in de auto of zo. Weet ik veel, maar best wel heftig maatregelen zit daaraan. Ja, en dat is nu dus gebeurd.
Ja, mijn dingetjes zijn ook nog. Niemand heeft er echt heel erg. Nee, dat denk ik ook niet hoor. Nee, ja, de kerk ging op de vorige evenement met die aggregaat, wanneer was dat? 2 weken geleden. Podiumvrees hadden. Maar goed, toen hadden we geen roze kerk, geen regenboog. Nee, het evenement daarvoor. De markt. Was de markt, hè? Ja. Want toen heeft die man die op de markt stond, die hier altijd met zijn vrouw komt, zeg maar, met die honden dingen. Hij of zij het Barbara? Barbara inderdaad. Ja. Barbara heet zij en ik weet niet hoe hij weet het niet. Hij heeft toen die hele aggregaat toen nog opnieuw ingesteld. Of ja, op een andere manier ingesteld en allemaal. Maar die zei toen ook, er moet nog een paddenstoel bij. Ja. Ja. Ja, dat was de. Weet je wanneer we dit ook hadden? Deze problemen met het. Trouble in Paradise. Ja, maar Jessie en ik hebben het hele terrein overgerend. Ja, dat heb ik gezien thuis. Ja. Dat heb ik thuis gezien dat je weer moest stromen. En toen was het bloedheet. Ja. Echt de foundation die vloog van mijn gezicht af. Zo erg was het. Want ik stond hier toen. Ik zei, Jessie, de koelkast is uit. En Jessie zo, ik ga er naar kijken. En een half uur later kwam Jessie weer. Ik zo, Jessie, de koelkast is uit. En Jessie zo, ja, ik kan er niks meer aan doen. Ik weet het niet. Nee, ik heb dat thuis gezien. Van alle kanten. Bij Trouble. Ja, dat was één grote drama. Toen heb ik jou en Jessie alleen maar stroomkabels zien trekken thuis. Ik heb de hele dag daarnaar gekeken. Alle huizen hebben stroomkabels getrokken. Uit de silo, uit de caravan, uit de boot. Ik heb dat gezien. Dat ik op een gegeven moment nog steeds geen stroom had. En dat ik zei, yes, hij doet het nog steeds niet. En Jessie zei, ja, ik kan er ook niks meer aan doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij doet het nog steeds niet. Ik zo... Maar nu was ook nog 40 graden. Mm-hmm. Dat was echt drama. Maar je zou denken dat in zo'n koelkast dat het dan wel cool blijft, maar dat doet het ook niet. Nee. Het is binnen een half uur, 3 kwartier eerst gewoon warm. Ja. En dan serveer je mensen gewoon warme bako. Ja, maar het waren nu ook weer te weinig wijn. Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. We waren nu ook weer te weinig wijn. Ik zeg het elke keer. Ik zeg tegen Belin, 42 flessen, keer 4. Ik zeg, dan heb je 100 zoveel. Je gaat het niet redden. Nee, want je redt het niet. Kijk, als je een wijntje schenkt, ik schenk ze dat hier, hè? Ja. Weet je, en je redt het gewoon niet. De meeste mensen, als ze enthousiast zijn, schrikken ze gewoon tot hier. Ja, maar ik doe het niet. Ik doe het gewoon niks tot hier. Maar weet je, en je redt het gewoon niet. Bijna geen wijn meer, Lex. En ik ben nog naar de bar een paar keer toe geweest. Dus hadden dat wij te weinig wijn hadden toen we het gingen neerzetten. Zei ik tegen Hiske, is dit alles? Ja. Gaan we never nooit redden. Mensen hebben mij wijn weer gekocht, twee flessen, ja, snap ik. 2 flessen zoet en 2 flessen droog neergezet. Omdat ik zag bij de grote bar, was het te weinig. Ja. Mensen hebben mijn wijn weer gekocht. Ik zag maar 4 dozen staan, dus ik dacht, dit is... Ja. Er zijn 42 flessen besteld. Dit is een love is love evenement. Dat bedenk zei even, ik. Mensen drinken geen bier met wijn. Weet je hoeveel er eerst besteld zouden worden? 24. Ik zei, moet je eens luisteren. Er komen homo's en lesbies. Die drinken allemaal droge witte wijn. En zoet. Ja. Dus toen, uiteindelijk hebben we er 42 van gemaakt. Dat is nog te weinig. Ja, ik wist het. Ik wist het echt. Echt te weinig, ja. Mm. Nee, maar hoe zit het met het bier? Is het bier ook op? Nee. Nee, is weinig bier. Ja, wat ik gezien heb. Maar ik heb, ik heb denk ik in totaal een half uur bij de bar gestaan. Voor de rest heb ik bij de munten gestaan. Dus, Kijk, als ik een... 4 volle droog. Of nee, 4 volle zoet bedoel ik. Ja, dit is allemaal leeg. Rosé. Je hebt nog een klein beetje droog. Stella en zo, die zat lekker aan de wijn. Ja, leuk. Maar die waren ook lam. Die Lady Galore is ook gek, hoor. Ja, maar ja. Lady Galore. Ik kom hier binnen, gewoon even peilen hoe het met ze is. Stella zat hier met een vriend. Ja. Lady Galore. Ik kom binnen, ik denk, leg even uit. Ik zeg, je pak lekker wat je wil. Misschien liggen sigaretten als je peukje wil doen. Ga je daarin. En als ik wil pijpen, dan moet je dan zijn. Ja. Ik zeg, joh, wat jij wil. Ik zeg, waar jij je goed bij voelt. Ja, maar wat is de beste plek? Ik zeg, daar in het voorraadhok heb je geen kamer. Ja, maar interesseer mij niet. Ik ga daar gewoon dus liggen, hoor, met mijn benen wijd. Nou, nah. Maar echt, die was denk ik alweer zo van de kaart. Maar die was bloedserieus. Ja, die is bloedserieus. Maar dat is ook het stukje entertainment wat die mensen hebben. Want Lady Galore zat op een gegeven moment, toen wij die boog aan het opzetten waren, zat ze op die stoel, bang. Die roze stoel. Ja. Onweer. En ze was de ene na de andere nare opmerking aan het maken. Naar ons over die boog. Ja. Dat ik op een gegeven moment echt zoiets dat je moet gewoon je bek houden. Maar toen bedacht ik me even, oké, wacht. Wie is dit? Lady Galore. Waarom doet ze dit? Oh, ze is een